nog eens aan en dan gaan we gaan. Jij hebt een hartje heet drukken gedaan. Oké. Okay. Hoi. Deco overheen. Oké. Okay. Hoi! Wat doen mensen altijd? Gewoon zo... Hoi. En leuk dat je kijkt. Heel leuk. Oké. Okay. Nee, wij hebben vandaag een nieuwe video. Een challenge. Voor de eerst. Een challenge? Ja. Met mij. Vertel jij maar. Oké. Okay. Nou, wij dachten een beetje te denken en zo wat we gaan doen. En toen zat een beetje views kijken en toen dachten we gaan de 10.000 calorieën challenge. Oh my god. En we moeten heel veel gaan eten dus 10.000 calorieën. Ja, we hebben een heel lijstje gemaakt met wat we heel de dag door gaan eten. Maar dat gaan we nu nog niet vertellen, dat zien jullie allemaal. Nee, dat zien jullie door de video heen. Vind je het leuk om te kijken? Ben je benieuwd of we het gaan halen? Kijk naar deze video verder. Oké, okay. Het is nu 9:10 en we beginnen met croissantjes. Oké, en we moeten dus... Oh, Fleur. Oh, je bent zo dood. Oh, kijk die foto even. Oh, hier. Oké, okay, we gaan dus... We moeten dus voor de... Hoeveel calorieën zijn het? 1218. Ja, dit is zeg maar drie... We gaan nu drie croissantjes eten. Drie roombal... Boter croissantjes. En per croissantje zitten er 406 in. Dus het zijn in totaal 1218. En ondertussen gaan we lekker goede tijden kijken. Want het is nog heel erg vroeg, zoals jullie net zagen. Dus. Oh, Fleur, ik ben echt benieuwd. De eerste croissantjes zijn op. Uh-huh, zit je al vol? Ja. Oké, het is tijd voor... De poffertjes! Het zijn er 24. Dit zijn 24 poffertjes en er zitten 600 calorieën in. En het heerlijk gaat er ook een beetje poedersuiker op. Yay! En jongens, ik heb mijn hand verbrand aan de oven. Maar gaan zien we het? Ja. Oh, zo pijn. En we gaan nog een beetje goede tijden kijken. En ja... 24 poffertjes. Om, hoe laat is het? Het is 10:55. We zijn nu bij de Albert Heijn en we gaan nu de rest van de... Ik ga ook zo vloggen. Ja, want het is mooi. Oké, we zijn nu bij de Albert Heijn en we hebben net poffertjes op. We gaan nu even de rest van de boodschappen doen. En daarna gaan we 5 frikandellen halen om op te eten met heel veel mayo. Nou, we hebben net ons eten gehaald bij de Albert Heijn en wilden nu frikandellen halen, maar hij is nog dicht. Het is zo vroeg, maar hij gaat over 10 minuten open, dus we blijven hier gewoon even zitten en wachten. Maar we gaan nu dus 5 frikandellen per persoon halen, als hij open is. Ja, en mayo, als hij open is. En dan hoeven we straks alleen nog weg voor de McDonald's en dan... oh my god, ik zit nu al vol. Ik zit nu al vol. Oké, het is 12:15. En we gaan frikandellen eten. Met mayo. Oké.
Hier wil je nog, als je We hebben 5 frikandellen. Oh, ze zijn nog echt heel erg heet. Ja, ze komen net uit de frituurpan. We hebben ze gehaald bij Qualitaria. Waar zijn ze het gezocht? Gewoon intypen leuke vragen. En deze leek ons leuk om iets anders te doen in plaats van te versnellen. We gaan namelijk een paar vragen tussendoor beantwoorden. En we hebben dus 5 frikandellen met mayo. Oh, kijk even hoeveel calorieën dit zijn die we nu gaan eten. De frikandellen zijn met de mayo samen 1165 calorieën. Oh, dus God. Laten we maar beginnen en we gaan ondertussen wat vragen. Oh, we hebben een glas water. We zitten nu trouwens beneden in plaats van boven. Lekker veel mayo. Proost. Oh mijn god, dat is vast te warm. Ha! Welke rituelen heb je? Ik weet niet. Ja, de pil, maar dat is sowieso, dat is niet echt een ritueel. Ik moet altijd mijn mascara als laatst doen. Altijd bij alles. Sommige mensen doen eerst mijn mascara en dan wenkbrauwen. Maar ik moet altijd als laatste mijn mascara doen, want dat zit super perfect. Ja, okay. En ik moet eerst deze kant doen en dan deze kant, want anders zit het veel mooi. Dan gaat het niet goed. Of deze. Ik weet nog een feit over Fleur. Fleur eet mega snel. Je denkt in dat kleine kind past niks. Nou, geloof me. Jij eet zo snel, kijk dan. Oh, wat een heup. Ik ga even vertrouwen doen. Mijn goede. Oké, je gaat over een week dood. Wat wil je nog doen? Ik wil met Jip op vakantie naar Hawaii. Want mijn ouders... Ik wil in een week tijd gewoon zoveel mogelijk plekjes zien. Ja. Ook al ben je ergens maar een halve dag. Ja, en ik kom mijn rijbewijs nu zeg maar in de gaten, want Jip en ik zijn allebei met rijbewijs. Weet je hoe leuk het is om met je vriend in de auto en dan... Dan heb je dus nog voor een week je rijbewijs. Ja, oké, dan maar. Dan ga je daar al je tijd in steken terwijl je tot dood gaat. Ik zou naar Hawaii gaan, want mijn ouders vragen toen op huwelijksreis naar Hawaii. Toen in ergens, weet ik veel, 1989. En toen... we gaan naar Hawaii. Ik zag een leuke. Welke beroemdheid lijkt volgens jou op sommige mensen? Kirsten. Kim Veenstra en Kirsten. En dat is je oom. Ja, hij ziet ons niet te veel. Oh, ik begin wel een beetje vol te raken. Ja, hij doet mokken snel. Fleur heeft nog 2 en ik heb nog 3. Oh mijn godje. Als je zeg maar nu iets zou mogen kiezen... Waarvan je zeker weet dat dat in de toekomst gaat gebeuren. Dus daar ben je gewoon nu al zeker over. Van als jij zegt van later ga ik op mijn 80ste dood of zo. Dan weet jij nu al dat je op je 80ste dood gaat. Dat is één ding waar je dan zeker van bent. Waar zou je dan, zou jij zeggen ik wil later samen zijn met Jip. Dan blijft dat voor altijd zo vaststaan. Wat zou je dan kiezen? Ik vind dat echt lastig. Want zeg maar, kijk ik heb het heel leuk met Miu. Maar ik wil later eigenlijk ook best wel graag gewoon heel rijk zijn. En niet hoeven te werken. Nee, ik denk dat ik dan toch wel voor het liefde ga. Want dan laat ik Jip gewoon heel hard werken. Zorg ik gewoon dat hij alles voor me betaalt. Dan kan ik ook nog thuis zitten op de bank. Ja, of weet je wat ook zo is? Stel, ik zeg nu... Ik wil dat ik over 10 jaar... Gewoon altijd, weet ik veel, zeg even wat... Gewoon even iets 40 miljoen blijven houden. Uh-huh. Als ik 40 miljoen heb, weet ik zeker dat Miu wel bij me blijft. Toch? Ja. Als Jip 40 miljoen zou hebben, zou je toch ook bij hem blijven? Ja, mooi. Maar ja, misschien spuugde ik nou ook. Dat weet ik niet. Het gaat niet helemaal goed. Nee, ik zou denken... Ja, nee, oké. Ik zou gewoon 40 miljoen hebben. Ja, toch? Wat is het engste dat je ooit hebt meegemaakt? En die weet ik gelijk. Wat dan? Was dat met mij? Ja. Walibi Fright Night. Oh. Echt. Oh. Zo, dat was echt erg. Fleur... We waren denk ik 3 uur, 4 uur in het park en Fleur is alleen maar lopen janken. We waren het eerste speelkwest nog niet uit en ze moesten huilen. We waren nog niet eens stap binnen. Volgens mij moest ik de eerste keer met jou samen, toch? Ja, toen moesten we door die minst enge. Ja. Met die clown die achter je achtervolgde, dat kleine lilliputter clowntje. Oh ja, maar het was dus ook zo. Zeg maar, je moest in tweetallen en ik ging toen met Char in dat eerste huis. En Char die zette 1 voet binnen en iemand liet haar... Oh, jij bent zo'n dom ei. Oh my god. Oh, en die pakken ook echt de grootste lepel. Oké, dit.
We halen het zo. Ja. Oh, echt met een doekje. Eeuw. Maar we gingen dus het eerste huis en iemand liet Char al schrikken. En doordat Char moest schrok ik ook. En toen moest ik vaak naar het huilen. En toen stonden we midden in dat huis. En toen zei Char, moest ik weer het huilen. En ik durfde echt niet meer. En toen kwam er nog zo'n man van het park naar ons toe. Van, gaat het wel, gaat het wel? En toen zei jij ook van, ja, je ziet toch dat het niet gaat? Oh, ja. En toen kwam er iemand aanlopen die me wilde laten schrikken. Nou, even niet doen. Je ziet toch dat het aan het huilen is. Hier is het ook een leuke. Noem een gebeurtenis. Noem een gebeurtenis waar je naar terug blijkt blikken. Waarvan je denkt, ik kan niet geloven dat ik dat heb gedaan. Oké, ik heb twee dingen. Ik was toen in Thailand op vakantie en toen gingen we duiken. Toen heb ik mijn padding gehaald. Maar positief of negatief? Positief. Oké. Toen heb ik mijn padding gehaald, dat vond ik fucking gaaf. Toen had ik echt 15 duiken of zo gedaan. En toen ik met Jip naar Spanje ging op vakantie. En dat we toen bij een strandtentje Friends zaten. En dat ze toen samen aan de mojito zaten met de zonsondergang en gewoon aan het strand zo met je voet in het strand. Dat was echt super leuk. Dat was echt leuk. Ook heel leuk. Je weet het niet. Ja. Oh, ik had het zo leuk. Cool. Daar ze toen Milan ontmoeten. Ik kende Miu wel al voordat ik bleef zitten. Alleen ik kwam toen bij hem in het jaar. Er kwam nog even iemand tussen. Maar ik kwam wel, ik leerde wel, kijk jou kende ik al van de basisschool, maar Eve leerde ik wel kennen door dat ze blijft zitten. En dat vond ik wel echt heel leuk. Mm-hmm. Want eerst haasten jullie elkaar echt voor lui. Want niet normaal. Ja, maar ik ben wel heel, eigenlijk is het alleen maar heel positief dat ik ben blijven zitten. Want nu zit ik ook gewoon echt in een heel leuk jaar. Een keer vind ik ook super gezellig. Ja. Iedereen is gewoon mega gezellig. Ik ben ook echt blij dat ik was blijven zitten. Maar als ik niet was blijven zitten, dan had ik Jip niet ontmoet. En eerst hadden Jip en ik, die haatten elkaar echt. Nou ja, we haatten elkaar niet, maar we hadden echt ruzie. Omdat ik een feest gaf en Jip en zijn vrienden mochten niet binnenkomen. Omdat het dat vol was. Of een water kunnen. Oh, daar kwam water omhoog. Ik moet nog een halve. En ik moet nog drie stukjes. maar we krijgen het echt niet op. Dus we hebben nu besloten, ik moet nog bij mijn oude werk even wat ophalen. Dus we gaan gewoon even lopen door Wateringen heen met ons laatste stukje frikandel. Dus we gaan eens door Wateringen lopen met onze frikandel. Ik kan echt niet meer. Oké, we staan nu bij mijn oude werk. En we zijn trouwens met de scooter gegaan in plaats van lopen. Maar ik moest even mijn strookjes ophalen. En we gaan nu verder eten. Ik kan niet meer. Ik ken twee stukjes. Jij hebt er nog best wel veel. Oh, je kan het gewoon hier in de achtertuin. Oké. Na 5 frikandellen zijn we kapot. Oh. En gaan we chips eten. Char neemt de paprika, ik de gewone. En dit bevat 1156 calorieën. Yes. En ik ben kapot, ik kan niet meer. Ik kan ik echt, we hebben pas 3000 calorieën bijna gehad. We zijn nog niet eens op de helft. We moeten straks naar de McDonald's, we moeten nog een pizza gaan eten. Ik kan echt niet meer. Ik kan niet meer. Maar we gaan dit lekker opeten en even filmpjes kijken ofzo, want dan heb je niet echt door dat je eet. Ja. Het komt helemaal goed. We kunnen dit. En het is nu 2:10. Dus we gaan lekker aan de chips beginnen. Yay. Gevoel. Dus, maar we moeten wel alles binnen die tijd op hebben. Dus we gaan even de chips inruilen voor Ben & Jerry ijs. En dan eten we deze helft vanavond wel weer op. Oké, we stappen over op de Ben & Jerry cookie dough.
2 Ben & Jerry's, 2 lepels. 2 mensen. En we gaan eten. Het is nu 2:15 en we gaan beginnen met eten. Char, flik op. Nee. Ik kan niet meer. Ik heb geen tijd. Kijken! Nee. Oh. Hier heb ik echt zin in. Ik niet. Jawel. Hierin zitten 270 calorieën per 100 gram. En het is 425 gram. Ik heb hem hier. Het is in totaal 1550 gram. Of ik heb kilo calorieën. Oké, okay, nou. 1550. Of 1150. Let's do it! Yay! Ik heb echt geen trek meer in mijn nek. Ik kan niet meer. Fleur! Oh mijn god. Ik kan niet meer. En we moeten nog een halve zak chips, koekjes, McDonald's, slagroomsoesjes, pizza en stokbrood. Hoe laat is het nu? Het is 3:15. Oh mijn god. Ik zie het leven niet meer zitten. Het is 5:00 en wij gaan beginnen aan onze pizza. Oké. Okay. Char heeft een pizza. Mozzarella. Oh, even mijn lampjes aan doen. Even gezellig maken hier in de hoek. Ja, even gezellig maken. En ik heb een pizza Hawaii. En nu gaan we dat opeten. En we gaan ondertussen gaan we dilemma's beantwoorden. Oh, kijk even hoeveel calorieën hier in. Ja, oh, hier zit het. Kijk, gaan we ook ondertussen doen. Hoeveel calorieën zitten hierin? 764 calorieën in. Oké. Okay. We gaan nu lekker 764 calorietjes opsmikkelen. Ja. Zou je liever deelnemen aan een survivalprogramma of aan een datingprogramma? Survivalprogramma. Ik ook sowieso. Ik heb niet een datingprogramma. Nee, maar stel je opnieuw niet. Alsnog survivalprogramma, want anders lijkt je zo hopeloos op tv van ik kan geen vriend krijgen. Ja. Dus ik doe maar mee aan een datingprogramma. En je valt wel lekker makkelijk af eigenlijk. Ik doe dan liever mee aan een expeditie hoor. Ja, ja. Maar niet aan een datingprogramma. Oké. Okay. Wil je liever dat je tandpasta naar chilipeper smaakt? Dus dat je gewoon een hete chilipeper in je mond hebt? Of dat je toiletpapier schuurpapier is? Ik chilipeper. Weet je hoeveel pijn dat doet aan je binnen? Maar ruik je dan ook naar chilipeper? Of heeft dat niet echt een geur? Ik heb dat nog nooit gegeten. Nee, als je gewoon iets heets eet. Een chilipeper is gewoon extreem heet. Maar heeft dat ook een vieze geur? Want anders heb je dat met die vieze geur. Het is heel pittig. Voor mij, ja. Als je dat zeg maar zo ruikt, is het echt zo'n soort wasabi-achtig volgens mij. Oké, dan liever mijn tanden daarmee poetsen. Ik ook, want dan kan je ook spoelen met melk. Niet dat ik dat lust. Maar anders heb je allemaal wonden aan je billen. Oké. Wil je liever een extra been of een extra arm? Ik heb een arm. Ik een extra arm, denk ik. Ik ook, want stel je bent een sporter, je bent een atleet, dan is een derde been wel handig. Maar een derde arm is wel handig. Maar ik sport niet dus. Nee. Okay. Gaan we weer verder eten? Ja. Doei. Tot straks. Oké, we hebben de pizza's soort van op. Dit is Char het laatste beetje en dit is van mij. Maar we kunnen echt, echt, echt niet meer. Ik
Ja. Oké, kom. Het is 7:50. Kerst komt zo even langs om te kijken hoe het gaat. En we gaan McDonald's eten. En drinken. Oh, heel veel drinken. Ik ga het wel eerst even laten zien en daarna gaan we uitleggen waarom we zoveel drinken hebben. Okay. We hebben hier ook nog 2 cola's staan. Oh ja, laat zien. We hebben in ieder geval 2 grote cola. En onze eigen rietjes, want die waren die dozen vergeten. Dan hebben we... Eeuw, het is wel gaan lekken. Oké, dan hebben we nog een grote ijsthee. En nog een grote ijsthee. Zet die anders daar weer ook. Anders gaat het ook een keer overlopen. Zo. Dan hebben we 2 bananenmilkshakes. Mediums. Die zijn voor Char. En dan nog 2 medium aardbeienmilkshakes. Die zijn voor mij. Dan. Oh. Ja, ik moet daar een wel zitten. Wil je deze naar mijn broertje brengen? Ja. We hebben voor mijn broertje McFlurry meegaan. Dan. Dan hebben we nog. Even kijken. 3 hamburgers per persoon. Dan, even kijken, een kleine friet samen en even kijken, nog 3 hamburgers. Want eerst wilden we doen 1 kleine hamburger, een grote friet, een grote aardbeienmilkshake en een grote Big Mac. Maar van eten zit je sneller vol. Char, je hand! Maar van eten zit je sneller vol. Dus wij dachten, als je nou gewoon heel veel drink doet... Maybe it works. So, we gaan nu lekker eten. Voor 8:30. En kijk dit. We zitten zo vol. We gaan het niet meer halen. Ik denk, nou, sowieso de 1000 niet meer. Want als we dit... 10.000. Als we dit op hebben, dan zitten we op de... Bijna 8.000. Ja, zitten we op de 7500 zitten we dan. Kerst trouwens, ja, het film Kerst heeft gezellig aangekomen. Maar we gaan het echt niet redden. Nee. Het is zo zwaar. Het is echt niet... Mijn buik, jongen, het ontploft, hè? Wat heb je zien hoe je broek gaat? Oh, ik kan gewoon niet meer praten. Dit is zo heftig. Ik had niet verwacht dat het zo heftig zou zijn. Nee, we hebben nog 2 cola en 2 milkshakes over. En misschien gaan we en wel... En 4 hamburgers. Maar het is ook helemaal koud geworden en zo. Kan niet meer. Dus het was heel leuk, maar... Helaas. Oh, maar je moest een nieuwe boer was gekomen. Dit moet je thuis niet doen. Dit is gewoon vergif voor eigen lichaam. Kijk, je hebt de kotzak ook al liggen. Ja, nee, maar het was wel leuk om te doen, maar nee. Dit wordt er niet meer. Nee. Maar leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Als jij het wel kan, doe het dan wel lekker, want wij kunnen het niet. En zondag komt er weer een nieuwe weekvlog. Ja. Zullen we het zo doen? 3, 2, 1. Dat van Suède. En je had ook nog heel veel andere. Eerst wilde ik lichte roze, maar ik denk dat dat heel snel vies wordt. Dus, die. En zit ook...